We staan op de Big Data Expo in Utrecht, waar ik spreek met Victor Perret. Victor is country opener bij Toucan Toco. Welkom, Victor. Bedankt. Leuk om hier te zijn, Werner. Het is echt een plezier om met jou te praten. Kun je iets vertellen, want jullie zijn nieuwkomer hier op de markt, kun je iets vertellen over Toucan Toco? Ja, tuurlijk. Toucan Toco is echt een hele specifieke part over de data part, dus dat gaat over data storytelling. Toucan Toco is 4 jaar geleden begonnen, dus we zijn van 4 tot 70 gegroeid. Ieder jaar doen we 3 keer onze omzet en we hebben meer dan 100 klanten, dus key account klanten, dat zijn Fortune 500. En die klanten die geloven in ons en daar zijn we heel trots op. En hoe kan ik dat zeggen? Omdat we zijn zelf gefinancierd. En daardoor betekent ik dat we hebben geen externe investors gehad. En ieder project die wij gehad hebben, die groeit en die blijft nog. Dus dat is heel belangrijk voor ons. Data storytelling is waar jullie op focussen. Kun je uitleggen wat is data storytelling en wat lost het op? Ja, natuurlijk. Nu, deze grote bedrijven, de key accounts, betalen ieder jaar duizenden en miljoenen euro's over BI tools, over data lakes, over data warehouse. Maar alleen maar 1% van de bedrijven, de data analyst, de data scientist, hebben access naar deze data. Wat wij willen doen is 99% van de mensen, de end user, hebben access aan deze data. En dat zijn de mensen die de beslissingen moeten nemen. Dat zijn de marketing, de finance, de sales, de HR. De mensen die echt beslissingen moeten nemen. Wij willen dat zij een toegang hebben naar de data. En dat is een cultuur dat we willen maken. Een data van de cultuur, een cultuur van de data. En dat heet data storytelling. En hoe gaan jullie starten? Wat zien jullie als potentie in de Nederlandse markt? Wij hebben de Nederlandse markt gekozen voor 2 redenen. De eerste, voor de politieke reden. Want je hebt dus de Brexit met de hele grote bedrijven die naar Nederland komen. Je hebt bijvoorbeeld Panasonic die naar Amsterdam komt en Unilever die naar Rotterdam gaat. Dus wij willen, en dat zijn onze klanten, de key accounts. Dus we willen zijn waar ze gaan natuurlijk. Dus dat is het eerste reden. De tweede is meer over de Nederlanders. De Nederlanders, zijn early adopters. TomTom, Uber, Booking zijn hier gegroeid. En wij willen ook een van de leaders zijn in Europa. Daardoor moeten wij zijn waar ze gegroeid zijn. Daarom komen wij hier. Als je kijkt naar het product, Toucan Toco, waar zitten jullie precies in die datapijplijn? Dus op de datapijplijn zitten we op het eind. Je hebt op het begin dus de IT, met de database, de technical part. Dan heb je de meer data exploratie part met de data analyst, de data scientist. En wij willen op het eind zijn, voor de end user, zoals ik het zei het eerder. Want we willen echt dat iedereen een access heeft naar deze data en goed kan verstaan zijn verhaal, zijn department, zodat hij de beste beslissingen kan nemen. En hoe connecteren jullie dan naar al die databronnen, naar die andere platforms? Onze software dus is heel makkelijk te gebruiken en we willen dus dat hij ook heel makkelijk geïnstalleerd wordt. Daardoor hebben wij meer dan 30 connecteurs gebouwd. Dus het kan van gelijk of over BI tools verbinding maken of direct op Facebook bijvoorbeeld of Salesforce. Die kunnen we heel makkelijk bouwen, zodat ieder database kan gelijk naar onze dashboarden kunnen bouwen. Bijvoorbeeld voor Peugeot hebben wij 17 database verbinding gemaakt, zodat de marketing investors kunnen weten waar ze moesten investeren. Dat doen wij, dat is dus de database. Leuk, dankjewel. Alsjeblieft, het was een plezier.